Ja, advocaat Zachariah Labiat was vanmorgen niet hier. Ik begreep dat er wel een trainingsetje was klaargelegd, maar hij is niet komen opdagen. Nee, maar het heeft weinig zin om daar iets over te zeggen. Ik bedoel, dat is voor mijn tijd gebeurd en we zien hoe dat afloopt. Ja. Laten we hopen dat het voor beide partijen goed afloopt. Maar u zei toen al, ik reken er niet meer op dat hij bij de selectie zit komend seizoen. Ja, dan moeten we even kijken of ik het goed zeg, want ik weet niet hoe de stand van zaken is op dit ogenblik met beide partijen. Nogmaals, ik hoop dat beide partijen op een positieve manier uitkomen. En jullie hebben ook met Marcel Brands gesproken en die weten meer van dan ik. En voor de rest heb ik er niks mee. Maar mochten ze er niet uitkomen, dan is wat u betreft niet zo dat hij niet meer zou kunnen aansluiten. Ja, daar wil ik nu helemaal. Ik wil er nu helemaal niet over praten, over if en als. En laten we afwachten wat er gebeurt. Maar, en dan, als ik weet wat er gebeurt, dan kan ik antwoord geven op de vraag.